En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond- en nachtelijke uren is het overwegend bewolkt en zal het droog weerbeeld een dominante rol vervullen. Aan het einde van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, reeds gedurende de morgenuren, is er kans op enkele geïsoleerde regenbuien, voornamelijk in het noordoosten van het land. Het resterend deel zijn er zonnige perioden. In de middag enkele lichte tot soms matige buien, vooral in het oosten van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 15 december het af en toe lokaal winderig kan worden.